kijkt naar een nieuwe Curaçao vlog. Het is onze vijfde dag op Curaçao. Nee, geen idee. Maar in ieder geval heel ver. En het is heel erg vroeg. Want ik ga vandaag mee met Voske en Floor. Een dagje mee naar stage. Dus daar heb ik heel veel zin in. Zij lopen hier stage op een basisschool. En ik ga een dagje vandaag mee. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb er echt mega veel zin in. Alleen, als je de vorige video hebt gezien, had ik verteld op mijn telefoon en mijn telefoon gaat nog steeds niet aan. Dus ik denk dat die kapot is. Maar als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb eventjes een lang jurkje aan. Dit kan naar stage, hè, makkelijk. En we moeten om 7 uur op stage zijn. Dus we zo met de auto worden gebracht. En dan gaan we naar de Scheuderschool op Curaçao. Dus dat is heel erg leuk. En ik ga niks daar filmen, maar ik kan wel even de school van de buitenkant filmen. En daarna gaan we lekker naar het strand. Dus zij lopen hier ook stage en dan gaan ze daarna altijd lekker naar het strand toe. Dus dat is heel chill. Oké, we zitten in de auto. Hoe lang is het rijden naar stage? 10 minuten. 10 minuten. En we gaan dus naar eten in onderwijs vernieuwen of zo? Of gewoon schoon? Dus de Scheuderschool. Helemaal, allemaal Nederlandse kinderen zitten daar. Dus er wordt gewoon Nederlands gepraat. En zij lopen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag stage. En de school is dus van 7 tot 1. Ja. Ja. Dus het is wel vroeg, maar ook fijn omdat je vroeg klaar bent natuurlijk. Ja, dat is vanwege de warmte, hè? Ja, vanwege de warmte. En Vos die loopt stage in groep 1, 2 en Floor in groep 4. En ik ga eerst in de ochtend dan even bij Vos kijken en dan ga ik in de middag bij Floor kijken. Dus dat is heel leuk, dan zie ik allebei een beetje. Maar volgens mij is het gewoon helemaal Nederlands-achtig. Ja. En ik ben echt heel benieuwd. Echt heel benieuwd. Oké, we zijn aangekomen op school. Het is nu 7 uur. Het ligt wel echt best afgelegen ook. Kijk hoe mega mooi. Dit is dus een kleuterlokaal. Het is echt bizar groot. Wat een leuk lokaal. De bouwhoek. Het is echt heel groot. Het is een zandtafel. En die kasten ook. Echt super veel ruimte. Het is echt heel mooi. Een soort leeshoekje. Een huishoek. De huishoek is ook zo'n keuken ook nog. Het is echt bizar dit. Oké. Nou, stage is voorbij. En we zitten op het strand. Hele mooie achtergrond zo. Ja, prachtig. De camera. Oké, ik had dus in de ochtend even bij Vos gekeken en daarna bij Floor. Maar het is eigenlijk echt heel erg hetzelfde als in Nederland. Het was wel heel erg leuk om te zien. En daarna kunnen zij gewoon lekker naar het strand. Dus we zijn nu bij Character Beach. En we gaan eerst lunchen bij Character. Heel veel zin in. Ik weet alleen niet of we worden gezien, want ik had nog niet... Dus we gaan lekker even hier wat lunchen en dan gaan we daarna nog heel even op het strand liggen. Dus heel veel zin in. En ik heb dus nu een draadloze oplader voor mijn telefoon. Zodat ik kan opladen, want hier zit dus water in. Wat ik gisteren had verteld. In de vlog van gisteren. Dus dat. En ik ben een beetje schor. Oké, we zitten hier. Kijk hoe mooi. Mooie water, zoals overal. En achter het meisje zit een hartje. Ik weet niet of je dat goed ziet. Mijn stem, jongens. Wat is het? We hebben lekker lunch. Ja, heel lekker. Echt een lekker bordje lucht. Oh, Chris. Nee. Jij hebt nog niks. Dat is jammer. Oké, wij zitten weer in de auto vanaf Character Beach. Echt een aanrader. Heel leuk strandje. En leuk als je een foto wil maken, want ze hebben daar zo'n leuk hartje. En we gaan nu weer naar huis, dus je ziet mij straks weer fliekie. Die camera beslaat je gelijk gewoon. Dat heb ik ook al 1000 keer gezegd. Oké, het is inmiddels avond en ik heb dit superleuke jurkje van Vos aan. Van Goods & Gusto is die. Ik ben wel een beetje bruin, zie ik nu. Beetje bruin? Beetje bruine foundation. Ja, oké, beter te bruin dan te wit.
En we gaan nu lekker eten bij Saint-Tropez. Dus daar hebben we heel veel zin in. En het is nog een beetje licht, dus we kunnen misschien even een leuke foto maken. En misschien even een leuke foto samen. Ja. Wel mooi licht dit ook. Ja. Dus we gaan even lekker eten. En vanavond zijn dus ook de cocktails heel goedkoop. Dus we gaan ook lekker daar cocktails drinken. Kijk, je moet even de lucht filmen. Wauwie. Heel mooi, deze huisjes ook. Chris, nu komt even je shout-out in de vlog. Oh, shout-out in de vlog. Shout-out in de vlog. Dit is dus de vriend van Floor, waar ik dus mee reis. Voordat mensen gaan denken dat het mijn vriend is. Oké, we zijn bij Saint-Tropez. Let's go. Floor en Vos lopen daarvoor. Oeh, love it. Bij Saint-Tropez. Kijk hoe cute. Wat leuk dit. Ja, mooi hè. Heel leuk. Wauw. We zitten bij Saint-Tropez. Niet in Saint-Tropez, maar bij Saint-Tropez. Bij Saint-Tropez. Vergeet altijd de camera en niet naar kijken. En we gaan een cocktail nemen. Hebben we daar zelf aan? Nee, ik heb wel. We hebben mojito, maar ik heb mango. En ik heb aardbei. Ja, dit is Curaçao, jongens. Dat is een kettingje. Dat is ook wel leuk. Heel leuk. Wacht, hij focust niet. Ik ben 21 geworden op Curaçao en ik heb deze gekregen. Oeh, lach je lippen. Van de meiden hier. Niet van mij. Niet van jou. Nee, van jou is het een prachtig etentje. Volgens mij wil je proosten. Ja, vind ik wel lekker. Zullen wij ook proosten? We hebben een mojito aardbei. Wacht, wacht, want ik was al niet klaar. Ja. Let's go. Wil je nog een cocktail bestellen of had je hem? Ja, ik wil wel. Maar bestel maar. Dus ja. Nou, Floor, vertel maar, want jij vertelt altijd wat het is. Ik echt een slime wild. Volgens mij, deze heeft vastgesteld, tiger roll, krab, zalm. En deze eet smakelijk douches. Oké, wij hebben echt heel lekker gegeten en gedronken. Je kon dus vandaag ook cocktails voor 14 gulden, 7 euro krijgen. Dus dat was ook heel chill. Dus we hebben lekker genoten, lekker gegeten, gedronken. En morgen moeten Floor en Voske weer naar stage toe. En dan ga ik dus met de vriend van Floor even alvast op het strand liggen. Dan halen we ze daarna op. En ik ben ook eigenlijk best wel moe. Het is nog best vroeg, maar ik vind het jurkje wel heel leuk. Love it. Dus we gaan nu naar huis. Yo, kijk eens van de vlog. Nou, jullie hadden waarschijnlijk niet anders verwacht. Maar ik ben weer vergeten de vlog af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je heel snel weer bij een nieuwe Curaçao vlog te zien. Doei doei!